vrijstellingen van de doorstorting van de bedrijfsverheffing zijn brandend actuele topics de laatste tijd in het fiscale contentieus. Dat komt eigenlijk voornamelijk omdat de fiscale controles recentelijk sterk opgevoerd werden. En dat heeft een achterliggende reden. Meer bepaald, er worden eigenlijk 3 keer meer vrijstellingen in de bedrijfsverheffing toegekend dan dat er effectief vennootschapsbelasting wordt geïnd. Grote ondernemingen, voornamelijk grote ondernemingen, passen die vrijstellingsregimes toe. En de fiscale administratie is er natuurlijk recentelijk achtergekomen dat er wel veel te controleren valt, aangezien dat daar dus eigenlijk heel veel overheidsuitgaven naartoe gaan. Om die redenen zien wij de laatste jaren daar heel veel in bewegen. Heel veel interessante onderwerpen, maar ook voornamelijk onduidelijke regelgeving. En om die redenen is het interessant om bepaalde vrijstellingsregimes van dichterbij te bekijken, om dus eigenlijk die onduidelijkheden in de wetgeving aan te kaarten en te bekijken hoe u daar als onderneming mee moet omgaan en hoe u zich best voorbereidt op een fiscale controle.